Joop, er hangen hier verschillende schilderijen van jou. Ja. Ik neem aan dat je thuis nog een hele stapel hebt. Ja, toen ik hier naartoe ging had ik 31 dingen bij me. Ja. Maar het bleek dat dat niet allemaal goed past. Het was iets te veel van het goede. Dus, dat is toch moeilijk kiezen? Ja, iets minder kwam beter uit. Heb je altijd geschilderd, getekend? Ben je kunstzinnig? Nou, op school had ik voor tekenen wel een goed cijfer. En ik heb ooit, toen ik nog een jaar of 12 was, een prijsje gewonnen met een tekening insturen. Ja. Dus het zat er wel in, maar ik ben pas weer opnieuw begonnen in 1996. Dus dat is nu 23 jaar geleden. Ja, er zit wel een hele tijd tussen dan. Er zit een hele tijd tussen, ja. Zo gaat dat bij de meesten. En op een gegeven moment krijg je weer trek. En toen was Bob Ross op televisie. En toen kreeg ik een kerstcadeautje. Pakket met verf en technieken van Bob Ross. Ja, en toen gingen we dus, ben ik gaan schilderen. Want dat was heel makkelijk, een half uurtje. Waar had je schilderij? Maar dat is mij nooit gelukt. Nee. Dit is voor de eerste keer dat je alleen exposeert, hè? Ja, 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 echt alleen in een expositieruimte. Ik heb wel eens in een bibliotheek alleen gehangen, maar ja, dat is minder als een... dit is een echte expositieruimte, dus... En er is ook aandacht aan besteed in de krant. En het Artisjok heeft promotie gemaakt en tijdens de opening was er muziek. Er speelde een driekoppige band met jazz, dus dat was hartstikke gezellig. Je schildert met acryl? Ja, ik schilder met acryl. Ja. En over het algemeen op doek en veel ook met dikke doeken. Maar tegenwoordig doe ik soms ook op papier. Er zitten er een paar bij die op papier zijn. Want je kunt zo'n stapel papier is heel veel ten opzichte van het ene doek. Dus ja, het scheelt ruimte op zolder. Wat mij opvalt is dat het ook mooie kleuren zijn. Ja. Het loopt ook heel mooi door elkaar, ook een beweging erin. Ik hou heel erg van kleur. Ja. Mijn echtgenoot zegt wel eens, heb je nou alweer dat blauwe? Ik hou ook erg van blauw. En dus, nou ja, er hangen dan een paar die echt blauw zijn. Maar goed, dat is mijn lievelingskleur eigenlijk. Ik zeg, hier zit niet zoveel blauw in. Nee, maar dat komt wel eens, als ik dan thuis weer met een blauwe, dan zegt mij Marianne, oh, neem nou eens een keer wat andere kleuren. En dan zeg ik, ja, wat voor kleuren moet ik dan doen? En dan zegt ze, nou, pak eens dat en dat en dat. En dan, ja, soms moet je ook, bij deze heb ik weer teruggewerkt naar minder. Er stond veel meer op, maar als je dan weer terugwerkt naar minder, nou, dan blijft er vanzelf een mooie voorstelling over. Wij hebben ook een docent in ons speeldooslokaal, dat is Cynthia Barlow uit Soest. En die schildert zelf ook abstract. Dus die houdt me ook wel een beetje in de gaten. En die zegt ze nu en dan hoor ik, stop Joop! Dan ben ik aan het schilderen en dan ga ik weer te ver. Want meestal maak ik hele drukke dingen. En zij wil liever hebben dat het wat rustiger wordt. Maar, heb je een eigen atelier eigenlijk? Kan je zelf... Ja, ik heb thuis gelukkig... Ja, ik kan, als ik naar het ICC geweest ben, dat is op maandagmorgen in de speeldoos. Dan neem ik mijn werk altijd mee naar huis en dan meestal zet ik dat op de ezel weer en mijn verf ligt meestal klaar op tafel, dus ik kan zo aan de gang. Je hebt ook meegedaan aan de open atelierroute. Ja. Ja, je zei net, we hebben een aparte ruimte. Met nog twee kunstenaars hadden jullie dat geëxposeerd? Ja, we hebben met Wilmar Dolman en met Petra van Nieuwburg heb ik samen in de Boog, in de Schoolstraat, hebben we de ruimte gehuurd van de Boog. En, want in het weekend is daar helemaal niks. En in die centrale ruimte hebben we met z'n drieën gestaan. Eén met vilt en één met hout. En ik met mijn doeken dan. Ja, veel mensen. En het voordeel van is dat je kruisbestuiving krijgt, ja. Dus er komen veel mensen, ja. Ja, we hebben samen 335 mensen op bezoek gehad. Leuke reacties gehad? Ja, heel, heel leuk. Het is altijd heel leuk, want je spreekt de mensen persoonlijk. Je staat over je werk te praten. Ja. En het voordeel was, vroeger gaf ik mijn werk een naam. En tegenwoordig doe ik dat niet meer. Ik geef het gewoon een nummer, abstract nummer 35 tot en met 68 is het nu al.
En dan kijken de mensen naar die, dus kijken naar het schilderij. En dan staan er zo'n meerdere mensen naar elkaar. En één ziet dit en de ander ziet dat. Dingen die ik zelf nog nooit gezien heb. Dus dat is ook wel leuk. Ja, maar dat blijft spannend dan. Ja, dat vind ik juist leuker. Want als je het een naam geeft, dan zoeken mensen of ze zien wat ik bedacht heb als naam. En als ze het zien, dan is het klaar. Maar nu blijven ze wat langer kijken naar zo'n doek. Dat vind ik veel leuker. Ja, maar zie jij er wat in? Nee. Nee? Ik vind het gewoon mooi. Je vindt het gewoon, nou ja, maar je kan misschien ook zeggen van nou, ik zie er een beest in. Sommige mensen zien er een hert in bijvoorbeeld hier. Hè? Ja. Ja. En aan de andere kant nog één. Dus ja. Ja, en dan die twee rode, dat zijn... Ja, het doet meer aan bloemen denken. Ja, ik heb mensen die zeggen dat is een verwaarloosd gebit. Ja, het is net waar je naar kijkt. Nou, deze heb ik in opdracht gemaakt en dat doe ik dan ook wel eens. Ja. Mensen die vragen, kun je wat maken in die kleur? En dan zeg ik, dat doe ik gewoon. Maar ik denk, ja, weet je wat, ik maak er twee, dan kan ze kiezen. Ja. Alleen zijn ze niet goed genoeg bevonden. Dus, ja, ik zeg altijd, ik moet toch schilderen. Dus wat maakt het uit of ik nou een opdracht maak? Ik doe het toch. Deze expositie die hangt tot 1 november, dan haal ik hem weg.